We zijn gesloten, we hebben de zalen leeggeruimd. We zijn daarom nu in het Heilige der Heiligen, het schilderijdepot van Singer-Laren. Dag, welkom bij Singer TV. Ja, helaas, we zijn weer gesloten, maar dat betekent wel nieuwe afleveringen van Singer TV. We zijn gesloten, we hebben de zalen leeggeruimd. We zijn daarom nu in het Heilige der Heiligen, het schilderijdepot van Singer-Laren. En daar heb ik, mijn oude leermeester Henk van Os noemt dat rekken trekken. Nou, ik heb nu dit rek opengetrokken en kijk eens wat er tevoorschijn komt. Een landschap van Leo Gestel. Leo Gestel, die toen hij uit Woerden, waar hij opgroeide, als student aan de kunstacademie in Amsterdam zat. Op de Jan Steenzolder met Mondriaan en andere gelijkgestemde kunstenaar werd hij Leonardo Gestel genoemd. Leonardo Gestel, omdat hij zo ongelooflijk goed kon tekenen. Dus toen demonstreerde hij al zijn talent. En overigens is hij een van degenen die gebruikt is door Nescio in het boek De Uitvreters. Moet je maar eens kijken, dat gaat over een groepje raddraaiers, jonge kunstenaars in Amsterdam. Waaronder dus Leo Gestel en Jan Sluiters en Mondriaan. Terug naar Gestel. Wij noemden hem een van de mooiste modernisten toen we een paar jaar geleden een tentoonstelling over hem organiseerden. Toen was ook dit werk te zien, een werk dat deel uitmaakt van de grote Nardink-schenking. En vanaf februari 22 permanent te zien in de nieuwe Nardinkzalen in Singer-Laren, waar nu aan gebouwd wordt. Het is een kleurrijk, geabstraheerd landschap dat hij maakte in 1914. Het Eerste Wereldoorlogjaar. Toen hij op Mallorca zat. Hij had gemerkt dat hij het ongelooflijk fijn vond om buiten te schilderen. Dat deed hij in de Beemster, in de buurt van Bergen, waar hij toen woonde. Bergen aan Zee, ook een kunstenaarskolonie. Maar goed, het werd koud in Nederland en hij dacht van, weet je wat? Ik ga naar een plek in een zuidelijker deel van Europa waar je ook mooi buiten kan schilderen. Een tip van zijn kunstenaarsvriend Mommy Schwartz. En hij pakt de trein, gaat naar het zuiden, sneeuwt in Zuid-Frankrijk, in Sète. En uiteindelijk bereikt hij Mallorca. En in Mallorca is die helemaal lyrisch. Het is er mooi weer, de kleuren zijn prachtig. Hij huurt daar een huisje samen met onder andere Mommy Schwartz, ook een Bergense schoolschilder. En daar gaat hij iedere dag op een ezeltje de berg op met een aantal doeken om te schilderen. Nou, Mommy Schwartz en zijn andere schildervrienden, die kunnen hem helemaal niet bijhouden, maar hij is helemaal bezeten van dat Mallorca. En hij gaat daar schilderen en hij maakt van dit soort schilderijen. En wat ik er zo bijzonder aan vind, het is overigens een reeks van de allerbeste schilderijen in het oeuvre van, al rijke oeuvre van Leo Gestel. Hij noemt het zelf vormverschuivingen. En als je goed kijkt, zie je dat dat landschap is opgedeeld in een soort partikels. Ik doe me altijd een beetje aan de schijfjes, de sinaasappelpartjes denken, die dus als het ware uit elkaar volgen, die ook in kleur eigenlijk heel erg mooi verlopen. Van bijvoorbeeld van rood naar groen. Er zitten allerlei schakeringen in. En dan zie je daar dat land, dat okerkleurige land. En daarachter die groen-blauwe zee. Want hij kijkt uit daar, boven op de berg, op Palma de Mallorca. Waar hij de zee en de haven schildert. En zelf noemde hij dit soort manier van werken, dit soort schilderijen noemde hij doorbeelden, want dan had hij één onderwerp te pakken en dan maakte hij allerlei versies. Dus hij zocht naar het gevoel dat de zichtbare werkelijkheid, in dit geval dat mediterrane landschap met die woestijnachtige bergen en die mooie zee daaronder, om dat in geabstraheerde beelden te vatten. En dit is daar een van de allermooiste voorbeelden van. Een vorm van kubisme, futurisme, waar ook de werkelijkheid in stukjes wordt geknipt en als het ware weer in elkaar wordt geplakt. Nu even terug naar de werkelijkheid. Gestel gaat terug naar Nederland. Wanneer hij terug is, breekt de Eerste Wereldoorlog uit. En dan is er een hele andere werkelijkheid. En de volgende stap in zijn werkzame leven is dat hij in Roosendaal, waar de enorme stromen Belgische vluchtelingen uit België naar Nederland komen, die tekent hij. En die tekeningen die worden verkocht en de opbrengst daarvan is weer voor het opvangen van die Belgische oorlogsvluchtelingen. Zet te denken. Maar hier nog, zeg maar, op de top van de vulkaan zou je bijna kunnen zeggen, dansen op de vulkaan op Mallorca
het mooie, prachtige leven, mediterrane landschap, verbeeld door Leo Gestel.